Zondag wacht de tweede serieuze krachtmeting in de Eredivisie voor NEC. In Deventer zijn de Eagles de tegenstander. Vorige week toonde NEC veerkracht door een 0-1 achterstand op te buigen naar gelijk spel. Dat kwam mede door het goede spel in de tweede helft. We waren nu niet de hele tweede helft het dominante team. Maar dat kan ook niet, vind ik, altijd tegen zo'n goede ploeg wie Peck's Wolle. Ja, maar de eerste helft hebben we natuurlijk ook over gepraat en over gesproken. Wat niet zo goed gegaan is nou, tegen de bal en aan de bal, maar de tweede helft natuurlijk deze passie en uh, wat die jongens zijn echt over de punt gegaan. Ook, dat zie je ook aan de statistieken, dat ze heel ver gelopen zijn. Um, ja, en een teamspirit en de fitness, die klopt. De eerste helft was vorige week niet heel best. Er waren er een paar die nog niet in de gaten hadden dat de competitie begonnen was. Ja, ik vind het hele team. We, we staan niet goed tegen de bal. Ne? Dat was zo'n beetje het probleem. En de 4-2-3-1 en de nummer 10 en de nummer 9 is altijd weggeraamd van PEC. En we staan, we staan goed in de organisatie, maar je moet toch om een baldruk zetten. Nee, je moet er toch in, in, in één organisatie voor, moet je toch uh, op het veld om een baldruk zetten. Nee, we hebben Marie niet, niet gedaan. Dat was zo'n beetje slap, vond ik. En uh, ja, goed, daar nu de hele week aan uh, getraind. En de tweede helft was toch een ander team op het veld. De tijd van voorbereiding is voorbij, dus dat betekent rust. Als je een georganiseerde leven hebben wil, dan is het natuurlijk een beetje leuker nu. Als je een beetje van chaos en, uh, vele ding, en veel werken houdt, is voorbereiding natuurlijk leuker. Ja, voor mij als coach, ja goed, uh, ik vind uh, hard werken leuk. En uh, de team ook, moet ik zeggen. En nu is het nou voor iedere wedstrijd leven. Maar nu gaat het om punten. Je merkt natuurlijk zo, donderdag, vrijdag, zaterdag, de spanningsbogen gaan nu naar boven. En ja, Je voelt natuurlijk ook dat weekend uh, ja, lekker naar Dave aan nu en dat verwacht ons ook wat. Wat weet de trainer van Go Ahead Eagles? Ja, we hebben ze gekeken. Uh, ik heb natuurlijk alleen de prikkel uit de thuiswedstrijd van de playoffs. Dat is in nu ook acht weken, uh, was, dat was acht weken daarvoor. Ja, goed, ik was in ADO, was keken in Den Haag. Daar heb ik een paar dingen gezien wat goed was van uh, uh, Go Ahead, wat niet zo goed was. En hij uh, ja, is een directe concurrent. En uh, daar moeten we natuurlijk echt proberen te punten. Conditioneel klopt het bij NEC allemaal wel. Is iedereen fit? Ja, we, we, we trainen echt hard en we trainen veel. En we uh, zijn toch alle fit. Also, we zijn denk ik alle mentaal fit. En de tweede helft hebben we ons natuurlijk nog een beetje meer zelfvertrouwen gegeven. Dat merk je ook uh, aan de ploeg en aan het team. Uh, maar we zijn realistisch. En uh, ja, iedere speler heeft. Uh, is blessuurvrij. Nog twee weken. Dan sluit de transfermarkt. Begint de trainer zo langzamerhand al een beetje nerveus te worden. Nee, bij NFC wordt hij word niet meer zenuwachtig. <laughs> dat is, dat is van mee. <laughs> ik probeer echt uh, een WMRT tot eind augustus. Um, maar natuurlijk kijken we nu. Hè? Mia Roman is nu weg. Zo, dan, natuurlijk kijk je daar dat je een vervanger voor de spitspositie haalt, voor de positie 9. Um, ja, linksbek moeten we denk ik ook nog wat doen. En als nog uh, iemand komt, ja, dan kijken we ook nog. No? En kan je ja ook nog zijn dat misschien een speler van ons weg gaat of wil, wil gaan omdat hij niet speelt in het in juiste moment. Ja, dat gaat nu een beetje de pokertheet gaat nu los. De wedstrijd staat onder leiding van de heer Kerkhoff en begint met de 319 meegereisde supporters. Aanstaande zondag om half drie in de Adelaarshorst in Deventer.